De 11-jarige Frans en Engels sprekende Arush Nishant Tilak bracht onlangs een bezoek aan de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Nursalim, ter overhandiging van zijn pennenvrucht My Colorful World Travels. De Frans en Engels sprekende Tilak was met zijn ouders op bezoek bij de bewindsman om het boek aan te bieden. De jonge schrijver is in Syrië geboren uit ouders met Surinaamse roots. My Colorful World Travels vertelt de buitengewone reis van de 11-jarige Nederlandse auteur die als kind van ouders in dienst van de Verenigde Naties zijn internationale ervaringen toewijdt aan kinderen over de hele wereld in een geest van internationale solidariteit die culturele diversiteit en vriendschap viert. It's just about my experiences around the world, like with my mother's job, and yeah, I just write down my experiences and the different traditions and cultures that I have learned about and seen in other countries. And I wanted to share it with other people, like with other children and maybe adults even. That's why I wrote the book. I find it a bit of a shame that if I go around the world and I experience these things and I just keep it into myself and I don't share it with other people, these unique traditions and cultures and everything, I find it important. Het gezin heeft op Kommewijnen een stuk land dat wordt ontwikkeld als een biofarm. De bedoeling is dat in samenwerking met onder andere scholentrips worden georganiseerd om scholieren milieubewust te maken. Vooral jongeren met een beperking zijn een belangrijke doelgroep. Het gezin Tilak vindt het een uitdaging voor ontwikkelingslanden om met kwetsbare kinderen, onder wie kinderen met een beperking, om te gaan. Daar willen zij een bijdrage aan leveren. Het gezin Tilak wil teruggeven aan Suriname. De gezinsleden stellen dat Suriname een land is dat je nooit meer loslaat. Het gezin overweegt om zich ervoor goed te vestigen in Suriname. And when you look at some of the stories, he talks of like in Rwanda, where people are very conscious of the environment. They are ahead of Europe in that respect. And you will find that we have lived in Rwanda as well, where you have extremely good practices that you can use in any country. So the like communities cleaning their environment every once a month. They call it umuganda. Yeah. You cannot get plastic into the country. Very strict policy in Rwanda. So it's really developing rapidly. They have even changed, sir. They have changed the mother tongue to be away from the colonial language. Yeah. And they, when we went there, they introduced English. De bouwwerkzaamheden van de Beekhuizenbrug, die onder het Dalian 4-project valt, zijn in vergevorderde staat. Aan de zuidkant van de brug krijgt men de Sir Winston Churchillweg en aan de noordkant zal de brug uitkomen aan de Slangenhoutstraat. U hoort projectengineer Jordan Vrijden, aangesloten bij Ace Consultancy, die meer over het project en de werkzaamheden vertelt. Deze werkzaamheden zijn ongeveer in augustus 2017 gestart. Momenteel zijn we dus in een fase waarbij we dus richting de eindfase gaan van deze brug. En als het goed is, moeten de werkzaamheden in december 2018 opgeleverd worden. Jordan Vrijden vertelt wat men vanaf het begin van het project tot heden heeft gedaan. Bij de aanvang van de werkzaamheden zijn we natuurlijk gestart met de fundering van de brug. Er zijn een stuk of 70 plus palen als eerst in de grond geslagen. Dat is namelijk om het gewicht van de brug te kunnen dragen. We zijn toen gestart met de opritten, het heen van de damwanden en afvoeren van zand voor de opritten. Waarna ook de werkzaamheden met betrekking tot het landhoofd en de pier van start zijn gegaan. We hebben dan de liggers geplaatst en op dit moment zie je dus dat twee secties van het bovendek van de brug reeds zijn gestort en men achter mij bezig is met het derde gedeelte van het brugdek.
Gelet op het technische geeft Jordan Vrijde aan hoe lang, breed en natuurlijk ook hoe dik de bruglaag is. Als je kijkt naar het betongedeelte is 85 meter lang. De opritten zowel aan de noord- en aan de zuidzijde zijn eveneens 85. Dus als je dat optelt is 3x85 meter is eigenlijk de brugsectie. Er moeten nog aan de noord- en aan de zuidzijde aansluitwegen gemaakt worden. En die werkzaamheden gaan ook binnenkort van start. Het dek hier is ongeveer 25 centimeter dik. En hij is 17 meter breed. Alhoewel het rijvlak, of zijn twee rijstroken, en die zijn elk 3,5 meter ongeveer breed. De Beekhuizenbrug over het Saramakka-kanaal heeft verschillende doelen. Deze brug is tijdelijk en heeft ook een permanent karakter. Deze brug is eigenlijk een brug die een tijdelijk, maar tevens permanent karakter heeft. Waarom tijdelijk? Omdat hij dus als opvang dient voor de Van Hogehuisstraatbrug. Het ministerie is van plan die brug ook aan te pakken. En als die werkzaamheden van start gaan, dan heeft het verkeer een ander alternatief om dus over de Saramakka-kanaal te gaan. Maar natuurlijk begrijpt u dat als die werkzaamheden zijn gestart en uiteindelijk de Van Hogehuisstraatbrug af is, dat deze brug dan eigenlijk nog een aansluiting is over het Saramakka-kanaal en dus ook een permanent karakter heeft. Directeur Harriette Bolassing-Helstone van het Directoraat Cultuur heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan Regio West. Het doel was niet alleen kennis te maken met de afdeling cultuur in Ikeri, maar ook het start zijn geven voor de registratie van de kunst- en cultuursector in deze regio. Het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is nu bezig met de uitvoering van een nationale herregistratie van organisaties en personen die werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector. Bolassing was vergezeld van beleidsmedewerker Vanessa Wong Aton. Cultuurdirecteur Elvira Sandy heeft zich bij het gezelschap gevoegd. Op de terugreis naar Paramaribo is het start zijn van de nationale herregistratie gegeven in Koroni en Saramakka, waarbij de respectievelijke DC's en DNA-leden zijn betrokken. Ruim 15 organisaties uit Nikeri en Wageningen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de afdeling Cultuur Nikeri en hebben een afvaardiging gestuurd. Ook individuele kunstenaars, crafters, muzikanten en cultuurkenners zijn op de uitnodiging afgekomen. Het cultureel veld is heel druk en het zou getuigen van onbehoorlijk bestuur als ik een afdeling waar ik als ondergetekende OD van ben, Nikeri niet zou bezoeken. Dus dit is helemaal op zijn plek dat ik hier ben in Nikeri en ik mag u ervan overtuigen dat we alles in het werk zullen stellen om vaker hier te zijn. Met de registratie en herregistratie wil het Directoraat Cultuur de kunst- en cultuursector in kaart brengen voor een goed overzicht van de sector. Dit project moet leiden tot het opzetten van een digitale database die een belangrijke aanwinst moet zijn om beleid uit te voeren. Cultuur in Suriname is zeer divers. Gaat het nou om culinair, dans, zang, drama of bepaalde etiketten die wij vanaf geboorte meenemen of van kind op ouder wordt overgedragen op ons. Het is zo ruim, het is zo divers, het is zo mooi, het is om te koesteren. Ik weet uit informatie dat er ook een heleboel gebruiksartikelen hier in Ikeri vanuit de nazaten van de Hindustaanse immigranten zijn. Wij gaan vanuit het ministerie
niets beloven. Maar we gaan zeker aandacht eraan besteden en we gaan het vaker erover hebben. Moeten we nou met particulier initiatief of met de regering aan tafel gaan zitten, dat deze zaken die zo lang goed geconserveerd zijn, verder geconserveerd worden, maar ook tentoongesteld worden aan onze Surinaamse jeugd. Dus al met al, deze registratie en herregistratie die we landelijk gaan uitvoeren. Nikeri is na Paramaribo het eerste district waar het uitgevoerd wordt. We zullen tijd nog moeite besparen. Onderweg naar hier zijn we ook gestapt in Saramaka in Koroni. Omdat wanneer we maandag van hier vertrekken, gaan we ook het startsein geven in die twee districten. Wanneer deze drie districten in het westen zijn gekofferd, gaan we dan naar het zuiden en het oosten. Al met al, dank voor jullie, voor de opkomst natuurlijk. En bedankt voor het geduld. En dan zullen we nu overgaan tot de registratie van de eerste organisatie of persoon, samen met de DC. En we hebben ook jeugdparlementariër hier van de organisatie vanuit Nikeri. De eerste organisatie die de formulieren in handen krijgt voor registratie is de stichting SARI, vertegenwoordigd door ondervoorzitter Rita Chotu en secretaris mevrouw Jwala Persat. Dank u wel. En we zullen dit verder verwerken. En stichting SARI is dan met het invullen hiervan in het bestand, in de database van het directoraat cultuur. De kunst- en cultuursector in Suriname is zeer divers. Het is ook algemeen bekend dat velen in deze sector werken en hierin dagelijks hun brood verdienen. Maar als het gaat om dataverzameling, is er tot op heden niet veel diepgaand onderzoek gedaan naar een volledige strekking van deze sector. Het project Nationale Herregistratie van Organisaties en Personen is bedoeld om veranderingen hierin te brengen. Internationaal wordt het belang van cultuur als ze zijn een indicator voor duurzame ontwikkeling op sociaal-economisch vlak steeds meer erkend.